Hallo beste mensen, leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van de lokale Omroep Stijn. In Maasmechelen vond het Oud-Limburg Schuttersfeest plaats. Onder de deelnemende schutterijen waren ook 3 schutterijen uit de gemeente Stijn. Onze cameramensen volgden hen en maakten de volgende beelden. Dit jaar werd er in Maasmechelen het Oud-Limburgs Schuttersfeest gehouden. Op het door vrijwilligers opgebouwde feestterrein waren vele bezoekers naar dit groots evenement terug toegekomen. De voorzitter van het OLS, de burgemeester van Maasmechelen, Raf Terwinge, de president van het OLS, de heer Koopmans, gouverneur van Limburg, Theo Bovens, en de gouverneur van Belgisch Limburg, de heer Herman Reinders, spraken de genodigden toe. Tamelijk goede weersomstandigheden vonden er op het terrein diverse wedstrijden plaats onder streng toezicht van de jury. Vanaf het feestterrein vertrokken de 151 schutterijen, onder wie onder andere de stadsschutterij uit Urmond voor de optocht. Dertig schutterijen, onder wie schutterij Sint-Hubertus uit Nattenhoven, waren door naar de tweede dag om verder te kavelen. De zon en wind zorgden ervoor dat het niet ideaal was om te schieten. Uiteindelijk strandde het zestal van Sint-Hubertus uit Nattenhoven, maar behaalde toch een mooie en eervolle 7e plek. Ik naartoe in leven. De vorige week heb ze de punten moeten schieten, 2 run van 18 en daarna nog 3 run in de kaveling. Ja, en dan de ganse week leeft ze er naartoe. We hebben nu niet te veel geoefend meer. We hebben alleen vrijdagavond, dus gisteravond, hebben we weer nog 5 rondjes geschoten. Gewoon om bijeen te zijn en om in het ritme te komen. Want ja, scheten moesten kennen, dat leert ze op een door de week zijn dag, zoals niet meer. Voor nu 4 rondjes nog op die dikke scheten nu in die kaveling. En dat we dan nog op die van 1 bijeen overgaan. En dat bepaalt dus de scheetcommissie van de OLS. Uiteraard, het scheeten, daar kan ze de OLS met winnen. Dus die andere wedstrijden, dat is leuk om zo'n zilveren platen
te verdienen of te winnen. Maar het scheten, daar gaat het eigenlijk om. Want winnen dat scheten, dan kan ze dus het volgend jaar dat OLS organiseren. Maar je zit er nu weer, dus ik wens je proficiat en nog veel succes vandaag. Ja, we zullen kijken waar het schip strandt en het schip je niet strandt. Dan moet je er allemaal naar Nattenhoven komen het volgend jaar. Dat doen we zeer zeker. Ja, alsjeblieft.